Vooral in de eerste dagen, weken van het opnameproces. Want ik kan me begrijpen, aan de ene kant, jullie zijn een gevestigde band en jullie hebben je eigen ideeën over hoe het moet. En zij zien dat ook. Dus hoe ging de wisselwerking? Waren zij voorzichtig met oh ja, maar misschien moet je dit anders doen? Of? Ja, zeker in het begin wel. Ja. Om Dries als voorbeeld te nemen, we hadden eigenlijk Dries gevraagd, kom je naar daar? We zaten in Duitsland in de studio, we hadden gevraagd, kom eens 2 dagen langs, blijf avond slapen. Dan drinken we bier en dan kijken we of het klikt. Ja. En ik had er ook zelf bijvoorbeeld wel wat verwachtingen van hoe dat dan zou moeten gaan. Nou, uiteindelijk zat Dries daarbij en kwam niet op dat moment met allerlei ideeën af. Maar dat is de manier waarop wij normaal werken. Ja. Lukt dit niet? Kunnen we dat proberen? Zullen we dat proberen, weet je wel? Ja. Maar Dries is veel meer een heel doordacht iemand die in de voorproductie en in de naproductie heel veel tijd steekt om echt de details gewoon uit te gaan werken en daardoor gewoon een groot verschil te maken. Maar niet iemand die op het moment zelf even iets verzint. Ja. En dat wisten we gewoon niet. En vervolgens gingen we allemaal, en ik in het bijzonder, gewoon heel hard ideeën roepen. Zullen we het allemaal zo doen? Daar hadden wij ook wel weer discussies over. Ja. Best wel felle discussies over. Ja. Hou je smoel nou eens, dan kan hij een keer met zijn ideeën komen. Als jij blijft blazen. Precies. Weet je wel? Soms heb ik zelf ook helemaal niet in de gaten hoe overtuigend ik kan zijn. En uiteindelijk was het moment waarop, wat vertelde Peter net, dat we in de Paradiso gingen luisteren naar die paar geproduceerde tracks van Dries, waarin hij zijn tijd had kunnen nemen in zijn eigen werkruimte, ja, in alle rust, om te werken aan een klank en een productie. En toen we dat terug hoorden, toen wisten we gewoon, ja, natuurlijk. Dit is een heel ander type producer dan wij zelf eigenlijk zijn. Mm-hmm. En daarom moeten we gaan luisteren. Ja. En ja, voor Dries is het dan ook best wel, weet je wel, die kwam gewoon koud tussen 4 ego's. Ja, daar heb je het weer. Ja, daar heb je het weer. En zeker als je dan inderdaad een wat bedachtzamere manier van werken hebt dan het maar luk raakt van alles roepen, zoals wij dat wel eens plegen te doen. Ja, dan is dat gewoon heel lastig. Ja. En dan moet je ook iemand de tijd gunnen. En daar hadden wij ook wel even wat tijd voor nodig om ons dat te realiseren. Van, nee, gelukkig hebben we dat gedaan. Ja, en dan komt het ook goed. Deze jongen kan, als hij de spullen gewoon mee naar huis neemt, dan pas laten zien wat hij waard is voor ons. Ja, dat kwam goed. Wat op de duur ook een track die hebben we opgepakt met Dries. Hij had daar ideeën over hoe we dat moesten gaan opnemen. En al die ideeën hebben we eigenlijk binnen 6 minuten, 6,5 minuten. Ja, vakkundig de grond in. Aan de lunch, bij de lunch aan de tafel eigenlijk om zeep geholpen. Van, nou, dat vind ik geen goed idee. We kunnen het beter zo doen. Ja. Uiteindelijk, wat ongemakkelijk is Dries met ons die dag doorgekomen. En hebben we het opgenomen zoals wij eigenlijk vonden dat het moest. En hadden we ook nog wel de illusie dat we dat met z'n vijf hadden gedaan. Met hem als producer. Maar uiteindelijk had hij helemaal geen vinger meer in de pap. Omdat we gewoon veel te hard gingen. En toen zijn we gaan luisteren naar die track. En toen gaf Dries eigenlijk schoorvoetend aan. Ja, eigenlijk was dit helemaal niet de bedoeling. Maar ja, jullie deden dit. Ja. Toen durfde ik niet meer te zeggen dat ik het geen goed idee vond. En toen hebben we hem eigenlijk gewoon het roer in handen opnieuw gegeven. En gezegd, we gaan de track opnieuw opnemen. Sorry. We doen het nu zoals jij het wilt. Dan kunnen we het in ieder geval vergelijk maken. En uiteindelijk is die track nog steeds een door ons geschreven track. In harmonie, in zanglijnen, in akkoordprogressies, in benadering is het echt een bluffsong. Maar in productie is het heel erg een andere track geworden. Welke track was dit? Welke was het eigenlijk? Over de Dam. Oh, nou, ja, over heel de Dam. Zo. Ja, wat best wel een soort obvious bluffsong is eigenlijk oorspronkelijk. En die hebben we natuurlijk ook nodig. Want er staan een paar tracks op die plaat die best wel een soort van in the face zijn. Heel erg of, heel erg anders dan wat we normaal doen. En die kunnen je een beetje omverwerpen. En dat is ook de bedoeling, want we willen af en toe even een schop uitdelen met die plaat. En mensen even hopen dat ze ook echt de tijd nemen om er goed naar te gaan luisteren en in die vibe te komen van zo'n song. Soms zijn er echt, is er sprake van meer een soundtrack dan een song. Maar er staan ook echt de hele lekkere, meezingbare liedjes op. Ja, die moet je niet om zeep helpen met een of ander artifarty arrangement of zo, weet je wel. En we hebben nu een mooie tussenvorm met dat lied gevonden. Zoals wij het zouden hebben opgenomen, was het, als was het een tweede zaterdag, weet je, een liedje wat we al hadden. Ja. En met die productie eroverheen van die mannen, van Ferdi en van Dries, is het gewoon een hele frisse nieuwe track geworden. Ja, want dat is ook wel zo. We hebben ze ook de opdracht gegeven om elkaar te produceren. Okay. Een beetje. Hè. Een aantal liedjes zijn echt Dries tracks en een aantal liedjes zijn echt Ferdi tracks. Maar we hebben ze ook gevraagd om samen te werken. Dus niet van, nou, jullie doen dit en jullie praten niet met elkaar, maar werk samen. En op het moment dat je eindresultaat hebt, laat het ook aan elkaar horen. Ja. Zodat je elkaar ook weer van positieve tips kan... En dat het ook... Zodat dat ook niet ook een wereld van verschil is onderling, hè, die twee producers. Wereld van verschil.
Hey, kom maar. En voor mij dan was heel erg sterk dat waar een wereld van verschil in gebracht kon worden, was het feit van het manier van opnemen van drums natuurlijk. Daar was echt wel wat in te winnen, althans te veranderen. Mm-hmm. Wat ook natuurlijk uiteraard heel erg in producties van bijvoorbeeld Typhoon is gebeurd. Ja. Dat zijn allemaal computertracks, dat zijn samples, dat zijn hoe hip-hop bijvoorbeeld allemaal op is genomen. Ja. Dat zijn soort aparte geluiden en daarvan is een beat gemaakt. Of er is een gedeelte van een drumtrack van ik weet niet hoe lang geleden of van ergens van een track is genomen. En dat gewoon herhaald, geloopt zeg maar. En dat moest als het ware bij ons worden ingepast en met name met mij. En daar heb ik echt wel, moet ik toegeven, daar hebben we onderling ook echt wel serieus over gepraat. En met name moest ik daar ook wel dingen in loslaten en mijn ego opzij zetten. Dat het, dat inderdaad mijn proces was en dus uiteindelijk ook het andere geluid was. En daar Dries helemaal gelijk in had, dat het geluid wezenlijk anders maakt voor de nieuwe cd. Dit is wel interessant, want... Ja. In die zin, zijn Dries of Faye met iets gekomen wat jullie verraste? Of wat jullie aanvankelijk dachten van, ja, dit gaat nooit werken? Zeker. Ja, nou ja, zeker. Ja. Zeker. Kijk, in het geval van een track, een beat die volledig samengesteld is met sampling. Ah. Zoals eigenlijk hedendaagse popmuziek op de radio 99 van 100 keer wordt gemaakt. Een track wordt vaak samengesteld, copy-paste, weet je wel, in de computer. Dan voelde ik wel narigheid om daar Norman in te overtuigen van vind je het goed dat we dan één snare klap of dat je alleen maar een beat op een hi-hat speelt en dan zetten we daar een kick onder die we dan loopen en weet je, ja daar zag ik, dus omdat er veel weerstand van Norman op zat, zag ik daar een groot probleem in. Okay. Ah. En die discussies voerden wij al voordat we producers erbij betrokken hadden en dat belandde iedere keer in een soort vervelende wel eens niet eens discussie. Nou ja. Al het, nee, dus, ja. Dat leverde spanning op, ja. En bij ons onderling. Ja. En, ja, daar heb ik echt moeten wennen. Ja. Dat was het fijn dat er een scheidsrechter bij komt, ja. Die gewoon zijn ding doet. Ja. Oh ja. We gaan het zo doen. Dat ligt niet tussen ons onderling, snap je? Ja. En dan kan echt en als scheidsrechter inderdaad zo'n producer zeggen van jongens, we gaan het zo doen. Eigenlijk was die soort, dit is goed voor het liedje. Relatiebemiddelaar. Ja, bijna wel. Precies. Ja, maar aan de andere kant, wij hebben ook wel gevraagd om voor hun om out of the box te denken. Ja. Want waar normaliter Dries de boel zou opknippen in sampletjes en dat zou de track zijn, had hij wel zoiets van ja, maar ik heb dus een live drummer. Ja. Dus ik heb het nu geknipt, dat heeft een bepaalde vibe. Laten we kijken of we dat dan toch ook weer gedeeltelijk wel weer kunnen inspelen in de studio, ja, zonder dat de vibe verloren gaat, waardoor je weer iets kreeg wat hij normaliter weer niet zou doen. Dus het is echt wel een kruisbestuiving. Back and forth. Hè? Ja, het is echt back and forth. Ja, en in die zin, heeft het dan ook invloed op de live shows? Want ja, die moest Norman weer gaan leren. Hij drukt niet meer bij ons. Roland. Ja, Roland heeft hij. Roland. Ja. Zo'n karton display. Ja, die lijkt op mij. Een stuk goedkoper. Ja. Sorry. Nee, maar je moet inderdaad, meer als ooit heb ik, als ik dan voor mijn eigen drumpartij spreek, moeten leren inderdaad. Bepaalde dingen die... op de plaat anders staan als dat ik ooit die zou hebben gedrumd. Mm. En dat is ook weer de uitdaging, dus dat is alleen maar ontzettend leuk. Er lopen inderdaad ook af en toe dingetjes mee, die, omdat ze ook qua vibe en qua sound echt heel bepalend zijn voor de song. En ik vind het eigenlijk achteraf alleen maar ontzettend mooi, want het is allemaal ten dienste van het liedjes is het geweest. En daardoor heeft, vind ik, de cd nu echt naar een hoger level getrokken. En ik neem aan, we hadden het in het begin even over het 12e album. Dus, maar die uitdaging, dat is iets waar jullie, neem ik aan, naar op zoek zijn. Hele. Ja, kijk, we doen dit al 25 jaar ondertussen. En weet je, als je jezelf en elkaar niet uitdaagt daarin, ja, dan blijf je in hetzelfde kringetje ronddraaien en dan hoef je ook geen nieuwe muziek meer te maken, want dat is helemaal geen nieuwe muziek. Dat is namelijk dezelfde muziek, een tikje anders misschien. Ja. Dus ja, we zijn wel elke plaat weer de ene song slaagt beter dan de andere in dat opzicht. Maar we zijn elke keer weer op zoek naar de dingen die onszelf uitdagen, die ons prikkelen, waar we zelf nieuwsgierig van worden, waarvan we het gevoel hebben, daar kunnen we iets van maken wat we nog niet eerder gemaakt hebben. Dat is toch wat wij in ieder geval als band het liefste doen.